stinkende sigaretten, walmende shag of rokende ouders. In Leiderdorp is het op steeds meer plekken taboe. Basisscholen De Hobbit en het Bolwerk en sportzaal De Klerkenhof zijn sinds maandag rookvrij. Een initiatief van Nederland Rookvrij. De kinderen van het Bolwerk verheugen zich erg op een rookvrije generatie. En wat vind je er nou van dat jouw school rookvrij wordt? Ik vind het wel heel goed, want sommige ouders die roken nog en dan gaan vaak de kinderen het ook doen en dan is het goed dat ze ermee stoppen. Wel leuk, want ik woon ook dichtbij. Dan heb ik ook gewoon geen last van de rook. Ik vind het wel fijn, omdat anders leren kinderen het aan en willen ze het later misschien ook gaan doen. Niet alleen de kinderen vinden het roken vies. Wethouder Angelique Beekhuizen is het gerook ook meer dan zat. Wat hier vandaag gebeurt is dat we onthuld hebben dat dit schoolplein bij De Hobbit en het Bolwerk, maar ook in samenwerking met het Sportfonds, rookvrij wordt verklaard. En daarmee zeggen we van we willen niet in het zicht van kinderen roken. Sowieso is roken natuurlijk voor kinderen niet gezond, maar het is ook belangrijk dat ze het niet zien en het dus niet normaal gaan vinden.